Een videoclip laten zien hoe je een intelligent projectje opzet, zeg maar, in het gebruik met Git. Maar op een gegeven moment als we zo'n mooi HTML-CSS projectje klaar hebben, dan willen we dat natuurlijk ook wel graag ergens publiceren, zodat de hele wereld onze prachtige nieuwe website kan zien. En daarvoor hebben we op een of andere manier een webserver nodig en moeten we ook ons project zeg maar, verplaatsen naar die webserver, zodat het gesurfd kan worden. En de manier waarop wij dat doen, zeg maar, zal zijn met behulp van het gebruik maken van de VisCloud. Laten we even kijken hoe dat er zeg maar, uitziet. Althans voorlopig voor de docent. Er is ergens een URL vis.cloud. Dan kom je hier, dan kan je inloggen. En als je ingelogd bent, dan zie je dat er een aantal omgevingen zijn. Een mock-up, een development en een live omgeving waar je, zeg maar, je spullen kan publiceren. Oeps. En het is nu zaak om dus mijn kleine projectje daarheen te kopiëren. Nou, er zitten een aantal onderdelen in. Er zit een database achter, zeg maar. Maar er zit onder andere ook een FTP-server achter. Dus we kunnen onze spullenboel, zeg maar, naar die omgeving brengen. Laat ik eerst even het projectje laten zien. Ik had een heel eenvoudig demo projectje gemaakt met niet veel meer dan één indexpaginaatje en één CSS style sheetje. En dat zag er als volgt uit. Dit was het HTML fileetje met niet veel meer dan één headertje erin met Hello World. Dat was een style sheetje wat de headers zeg, netjes rood kleurde. En als ik dat wilde bekijken lokaal, dan kan ik het zo opstarten. En dan zie je keurig eens Hello World. Maar je ziet dat dit nu lokaal draait. Ja. En de bedoeling is nu dat we dat gaan zeg maar, verplaatsen, dat projectje, naar die cloud-omgeving. Hoe doen we dat? Nou, dan moeten de files worden verplaatst van lokaal van mijn machine naar die cloud-omgeving. En daar zijn meerdere programma's voor die dat kunnen doen. En het programma wat ik gebruik is FileZilla. Het werkt zowel op Mac als op Windows. Ik gebruik de logon gegevens die ik op die VisCloud omgeving zag om een verbinding tot stand te brengen, een SFTP verbinding met een bepaald user ID, zeg maar, naar die SFTP omgeving van de VisCloud. En daar ben ik nu verbonden en op de cloud omgeving zie je dat daar die drie omgevingen zitten. Ik ga even naar die mock-up omgeving. En standaard staat daar al een index.htm-faaltje. Nou, dat kunnen we wel even laten zien. Deze even sluiten, die lokale. Dat is deze ontwikkelomgeving. Ja, en standaard is dit de inhoud van dat faaltje. Van ja, dat is de mock-omgeving. Er is nog niet veel te zien. Probeer het later nog eens. Dus wat ik nu ga doen, is de inhoud van mijn development-project. En wat ik net liet zien, dat demo, te verplaatsen naar die mock-up-omgeving. Dan moet ik hem natuurlijk wel eerst vinden. Ja, dus lokaal. Hier ga ik kijken naar mijn IDE-project. Even kijken, waar zit die hier? En daar zit, als het goed is, zit daar een demo-project in. Ja, daar zien we het demo-project. Ja, en daarnaast uiteraard de hidden folders .git en .ide zitten hier. Die twee faaltjes die ik onderdeel zijn van mijn project. Een index.htm en de index.css. Die wil ik nu graag verplaatsen naar die omgeving op de VisCloud. Nou staat daar al een faaltje, dus wat ik ga doen is ik ga dat ding eventjes renamen in .old, zodat hij niet, ik heb nog geen zin om hem weg te gooien, want ik wil hem straks weer terugzetten, dus ik rename hem even. En dan gaan deze twee faaltjes, die wil ik nu gaan verplaatsen, die wil ik uploaden naar de server. En je ziet dat ze nu zeg maar op de serveromgeving index.css en index.html nu op die serveromgeving zijn terechtgekomen. En daarmee is eigenlijk de zaak rond. Als ik nu deze omgeving zou refreshen, kijk, dan staat er, en je ziet aan de URL hierboven, dat nu keurig netjes publiek beschikbaar is. Dus iedereen die deze URL intikt, die krijgt nou netjes dat Hello World te zien. Nou, dat is eigenlijk alles wat er is. Zeg maar, je hebt lokaal je projectfiles met IntelliJ aangemaakt en het is de bedoeling om dat met een of andere SFTP-client, bijvoorbeeld FileZilla, je die hele inhoud van je project, alles wat erbij hoort, de jQuery libraries, eventuele resources, plaatjes, HTML, CSS, JavaScript files, dat je die verhuist naar die VisCloud omgeving, op een van die drie, zeg maar, directories mock-up of development of live. En dan is de zaak rond.
Nou, dat was wat ik te vertellen had en daarmee is ook dit kennisclipje aan zijn eind gekomen.